Hallo iedereen, goeiemorgen. Ik had gewoon zin om een kort videootje op te nemen. Ik ben aan het oefenen om altijd maar mijn spleen. Voor de mensen die Human Design kennen, die gaan weten waarop ik het heb. Om mijn spleen altijd maar meer en meer in een instant seconde ook te volgen wat dat is. Afhankelijk van de situatie is dat niet altijd mogelijk, jammer genoeg. Maar dus, dit was een van mijn spleen activiteiten, dat ik dacht van, oh oké, ik moet misschien gewoon mijn happy mood, mijn happy fucky, crazy, all over the place mood delen met de wereld. Plus, ik was al super vroeg wakker, naar normen van vakantie dan. Ik was al om 7 uur wakker en ik ben daar nog een half uur in mijn bed bleven liggen, omdat ik de gewoonte neem om de intenties van de voor de dag te zetten. En een van de intenties was van, toon mij dat onvoorwaardelijke liefde in mijn leven is. En een andere was van, laat mij voelen hoe dat voelt om superrijk te zijn. Niet vanuit dat cocky, materialistische idee, maar vanuit wat kan het mij allemaal brengen, zodat ik nog veel meer van dienst kan zijn voor, vanuit wie dat ik ben. Want als manifester zijnde heb ik maar... moet ik heel hard rekening houden met mijn ups en mijn downs. En er zijn momenten waar ik echt gewoon een platte batterij ben, letterlijk. Dat ik gewoon het enige dat ik kan doen is gewoon in de zetel liggen, rusten, op mijn bed liggen, rusten. En that's it. En dan de andere keren, zoals bijvoorbeeld vandaag, dan loop ik over van en er hier gaat alles woep, supersnel, speedtempo. Ik zou maar zeggen, vraag maar aan de mensen die dicht bij mij staan of die al met mij hebben samengewerkt, die weten dat. Maar natuurlijk is dat niet altijd zo handig en eenvoudig voor de mensen in mijn omgeving. Zowat, dat gezegd zijn, voor de mensen die het tweelingvlamboek, dus het tweede deel, hebben aangekocht in pre-sale. Ik ben er nog mee bezig met nog het aan het afwerken. Zoals je weet schrijf ik altijd wanneer dat ik de downloads krijg. En dan kan ik daar wel een deadline op zetten. Maar ik kan niet die dingen niet forceren. En dat wil ik ook niet forceren, omdat ik ook daarin ook wel een voorbeeld stellen. Dat het super belangrijk is om net die afleiding en die afstemming te volgen. En als je het altijd doet vanuit controle en vanuit een bepaalde planning die je hebt gehad, ja, dan ga ik verkeerde dingen neerschrijven die misschien minder relevant zijn voor degenen die het e-book lezen en aanschaffen. Dat gezegd zijnde, wat wil ik nog delen met jullie? Donderdag. Aankomende vrijdag op zaterdagnacht is er een donkere maan. Als ik mij goed herinner, dan is het in Kreeft. En Kreeft is teken van familie, verbindingen, relaties, dat naar binnen zijn, dat voedende. En dat is eigenlijk ook de representatie van een geheelde vrouwelijke energie. Dus van de Divine Feminine energie. Dus, daarom ben ik ook van plan vandaag of morgen. Ik ga zien, want ik wil ook verder schrijven aan mijn e-book vandaag. Wil ik ook een video maken rond wat dat er eigenlijk precies gaande is. Of wat dat de invloed van deze man zal zijn op de vrouwelijke mannelijke energie, afhankelijk van wat ik doorkreeg. Verder, daarover gezegd zijnde, wil ik delen dat ik merk dat de mannelijke energie in een soort van funk zit. Ik weet eigenlijk zelfs niet goed hoe dat ik het moet omschrijven. Maar waarin dat gaan merken dat er in heel veel connecties op dit moment een soort van pauze is. Geen stilstand. Het is geen stilstand. Het lijkt aan de 3D-wereld wel een stilstand, maar het is zeker geen stilstand. Omdat net door het feit dat er allerlei dingen gaan zijn in de vrouwelijke energie, wordt de vrouwelijke energie een stuk losgekoppeld van de mannelijke energie in connecties, dus niet in jezelf. Hè. Omdat degene die de mannelijke energie of de mannelijke pool draagt in de connectie, op dit moment ook eigenlijk naar binnen moet gaan en moet meer gaan verbinden met die vrouwelijke energie. Om uiteindelijk dan van daaruit weer in een hogere versie van de mannelijke energie te kunnen stappen. Dus, dat gezegd zijnde, weet je wat er allemaal gaande is. Ben je zelf een tweelingvlam en loop je tegen allerlei dingen aan en weet je niet hoe dat er allemaal gaande is en al die andere
het ontgieten, om het op een deftige manier te zeggen. Dan kan je lid worden van de Tweelingvlam supportgroep. Daar zitten we ondertussen met een aantal mensen in. Die het pad lopen, die ervaringen delen, die door het feit dat ze ervaringen delen en vragen stellen en de worstelingen ook delen of hoe dat ze goed zich voelen, dan helpt jou dat ook om te zien en te begrijpen dat je er niet alleen voor staat, dat je ook niet alleen bent. Want als er iets is wat ik het lastigste vond op het tweelingvlampad, dat was de tijd dat ik het gevoel had dat ik er alleen voor stond, dat niemand mij begreep en dat er niemand kon begrijpen waar dat ik doorheen ging, wat dat ik ervaarde. Ook al deden die mensen super hard hun best om te begrijpen wat er aan de hand was natuurlijk. Maar dus als je dat wilt, dan kun je daar lid van worden, dat kan op maandelijkse basis. Je kan het een maandje proberen, zeg je het is toch niet voor mij, dan geef je mij een mailtje, dan schrijf ik je weer uit, allemaal geen probleem. Je krijgt daar ook toegang tot de verborgen readingen, die vanaf datum van inschrijvingen of als je vandaag zou inschrijven, die van gisteren of eergisteren wil ik ook nog wel delen dan, dat je dan ook ontvangt, omdat ook in die readingen en die video's die ik dan maak, ook diepere boodschappen staan en inzichten gegeven worden. Ik ben aan het denken wat ik nog moet zeggen, ik denk dat het ongeveer allemaal is. Moest het zijn dat je vragen hebt rond het programma of rond verder ondersteuning of begeleiding, stuur mij gerust een mailtje via de contactpagina van een van de twee websites. Dus met de twee websites waarbij dat je mee kan bereiken is www.schoolvoorascensie.be en www.69vlammen.be. Op 69 Vlammen vind je natuurlijk ook het programma waarin dat je leert werken met de vlammen en waarin dat je dus dan verschillende initiaties, activaties krijgt die jou verder helpen in jouw ascensie en in jouw groei. Ik ben aan het kijken wat die auto gaat doen. Voilà. Dus ja, ik had hier belaten, dus moest er nog vragen zijn of hij punt in is in het werken met de vlammen om jouw eigen ascensie in handen te nemen. Dat zou ik zeggen, surf naar 69vlammen.be. Daar vind je al heel wat informatie terug, ook een overzicht van de verschillende modules. En dan, ja, ik zit hier in een stukje waar dat er werken zijn, dus komt er veel verkeer af in mijn tegenstelde richting, zoals ik al zie van DHL. You got a job, you got to do your job. Ja, zwart. Als er vragen zijn, als er dingen zijn waar je je zorgen over maakt of wil weten of wat dan ook, je kunt ook altijd in de video's onderaan in de comments plaatsen. Ik probeer altijd ze allemaal te beantwoorden, maar zoals ik al eerder heb gezegd, als je antwoordt op een andere comment, dan gebeurt het dat YouTube dat niet altijd meldt, waardoor dat het lijkt. Waardoor ik het eigenlijk niet zie. Ik probeer daar altijd wel op te letten en over alle comments te gaan. Maar als bijvoorbeeld is een video van een aantal maanden geleden en je hebt geantwoord daar op een andere comment, dan kan het zijn dat dat voor mij iets moeilijker is om te zien. En dan is het beter om gewoon een nieuwe comment te zetten. Dus niet in een antwoord op een andere comment, maar als een nieuwe aparte comment. Ja, de systemen zijn zoals ze zijn, we moeten ze gebruiken natuurlijk. Maar dus daarom wou ik dat ook nog eventjes meedelen. Voilà, dat was voor nu. Ik ga het echt hierbij laten, want anders blijf ik maar tetteren. Blablabla. en ik wens je alvast een heel fijne dag en tot de volgende!